Er zijn weer heel veel vragen ingestuurd, want we zitten in de maand mei. En mei is gewoon een maand waar er heel veel te doen is in de moestuin en ook binnen nog en rondom de moestuin. Dit is deel 2 van maand mei en ik heb weer een aantal vragen om te beantwoorden. Dan starten we bij vraag 1 en dat is, kan ik ook een moestuin starten in de schaduw? Ja, een moestuin met heel veel oogst, dat start je toch het beste met heel veel zon. Maar als je dus geen zon hebt in de tuin, zijn er ook nog gewassen die je wel in de schaduw kan zaaien of die er ook groeien. In de zomermaanden, juist omdat het zo warm is en er heel veel zon ligt, kan het soms een heel groot voordeel zijn dat ze net wat meer schaduw hebben. En denk dan even aan radijs, pluksla, spinazie, snijbiet, maar ook wortels zou je kunnen proberen en bieten. Dat blijven maar kleintjes, maar toch, het is wel erg lekker voor de smaak alleen al. Ook kruiden kan je in de schaduw zetten, zoals dille, peterselie, koriander. Goed, het zijn er in ieder geval al 3, waar je dus ook gewoon lekker van kan oogsten. Dus ja, het kan in de schaduw, maar niet alles. Dan zijn we nu bij vraag 2 aanbeland en dat is, wanneer geef je de moestuin het beste water? Op het moment kan het nog best wel regenen, want in de maand mei komt er nog best wel flinke stortbui voorbij en dan is de grond best wel erg nat en kan het ook nog wel heel diep zakken, waardoor je gewoon heel lang nog geen water hoeft te geven. Maar merk je nou dat die toplaag, de bovenste laag, een beetje uitdroogt, dan kun je natuurlijk met je vinger gewoon die test weer doen. Hè? Stop je vinger in de grond, blijft de grond eraan zitten, nou dan is het nog nat genoeg, hoef je dat niet te doen. Maar is het kurkdroog, ja, geef dan met name voordat je gaat uitplanten of voordat je gaat zaaien in de moestuin, altijd even een beetje water, zodat er al wat water is. En dat dus ook je zaad er minder snel uitspoelen. Maar goed, wanneer je dat dus het beste geeft, want dat was natuurlijk de vraag, dat is meestal in het voorjaar, zou ik zeggen, lekker aan het begin van de dag. Want in het voorjaar zijn er namelijk ook veel meer slakken actief. En die kunnen natuurlijk een plantje wat jij net hebt uitgeplant meteen in één keer opeten. En dat is natuurlijk, dat is zonde. Door het 's ochtends te doen, zorg je ervoor dat de bodem overdag lekker vochtig is, dat het plantje goed kan groeien. En aan het einde van de dag, dat die slakken minder snel de tuin in komen. Bij mij werkt dat in ieder geval door het 's ochtends te doen in plaats van 's avonds. Dan zijn we nu bij vraag 3 aangekomen. En dat is, wat doe je tegen onkruid in de moestuin? Ja, echt er helemaal vanaf komen, al nooit meer onkruid hoeven weg te halen, dat gaat je niet lukken. Want dat hoort er nou eenmaal bij. Dus dat moet je sowieso in je achterhoofd houden. Een van de beste dingen om te doen is sowieso om een mulchlaag aan te brengen. Dus om de bodem te bedekken. Onkruidzaden ontkiemen in het voorjaar best wel snel, omdat het natuurlijk warmer wordt. Er valt nog wel eens een regenbui. En als die zonnestralen dan op die kade bodem stralen op die onkruidzaden, ja, dan komen ze natuurlijk vet snel uit. En die groeien binnen no time, staat je hele moestuin vol met onkruid. En dat levert ontzettend veel werk op. Door de bodem te bedekken, zorg je ervoor dat die onkruidzaden minder snel ontkiemen door die warmte en het water. Waardoor je dus uiteindelijk ook veel minder werk hebt. Dus super fijn. Dan zijn we bij vraag 4 aangekomen en dat is, wanneer kunnen de opgekweekte plantjes naar buiten? Ja, dat ligt een beetje, dat is altijd een beetje een kantelpunt. Want het kan nu heel erg koud nog zijn, maar het kan ook al super warm zijn. Het kan aan het begin van mei of eind april zelfs al heel erg warm zijn. Daar staat iedereen natuurlijk te popelen om die plantjes naar buiten te doen. Maar hou het weer wel in de gaten. Want als de nachttemperaturen nog onder de 10 graden kunnen komen, dan kan het zijn dat als je net een plantje die je hebt opgekweekt buiten neerzet, ja, dood kan gaan. Omdat ze niet tegen nachtvorst kunnen. Je zou een beetje de vuistregel 14, 15, 16 mei kunnen aanhouden, dat daarna alle plantjes uitgeplant kunnen worden. Maar check gewoon het weerbericht. Wordt het goed weer aan het begin van mei al, dan kunnen ze ook al naar buiten. Maar is dat pas eind mei, ja, houd ze dan gewoon nog even lekker binnen. Dus houd weer in de gaten. Dan zijn we alweer bij vraag 5 aangekomen en dat is, wat kan ik zaaien in mei? Of in ieder geval op dit moment in mei. Ja, er is echt zoveel te zaaien. Dat was begin mei, is eind april. Ook nu, half mei, is er heel veel te zaaien. Want we kunnen helemaal losgaan. We kunnen naar buiten, de temperatuur is goed. Dus alles wat je maar wil, kan nu buiten in de volle grond. Maar wil je even het handig in een overzichtje? Kijk dan even in mijn boek. Floris Moestuin op bladzijde 244. Want daar staat een hele overzichtelijke zaaien-oogstkalender. En dan weet je precies wanneer je wat moet zaaien. Uit moet planten of kan oogsten. Dat is helemaal handig. Dat was hem weer.
Wil je nou nog meer handige moestuintips? Kijk dan even op www.floorsmoestuin.nl of kijk natuurlijk eventjes op dit YouTube kanaal, want je vindt hier nog veel meer leuke en handige video's als je net begint met de moestuin. Mijn boek is natuurlijk ook heel handig. Die kun je kopen via de webshop, maar ook via je lokale boekhandel. Voor nu is in ieder geval duim omhoog, abonneren en ik zie je de volgende keer weer. Oké, doei!